Hey, ik ben Thierry en vandaag ga ik jou wat tips geven om te helpen bij het inschrijven van je studie. Ben jij naar de open dag geweest of heb je zelfs al een mail op dag gevolgd en je bent er uiteindelijk uit? Nice. Er zijn een paar dingen die je moet doen voordat je uiteindelijk echt ingeschreven staat. Een van de belangrijkste dingen is dat je niet te lang wacht met het inschrijven. De algemene inschrijfdeadline is namelijk al 1 mei. Maar voor sommige opleidingen kan dat verschillen, dus check dat even specifiek voor je opleiding. Voor de fiscusopleidingen was de inschrijfdeadline al namelijk 15 januari. Dus dan ben je helaas te laat. Nou, om te beginnen, check de toelatingseisen van je studie. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, dan kan je dat nu nog even doen. Om je in te schrijven heb je ook een DigiD nodig. En het kost een aantal dagen voordat die aanvraag verwerkt is. Dus wacht daar ook niet te lang mee. Nou, wil jij gewoon lekker een lijstje hebben waarop alles staat wat je moet doen met betrekking tot het inschrijven? Dat kan. Die staat op www.hvA.nl/inschrijven. Kan je lekker het stappenplannetje volgen en dan weet je zeker dat je niks mist. Uiteindelijk zul je ook een studiekeuzecheck moeten doen. Daar ga ik nu verder niet al te veel over vertellen, maar dat kan je lekker vinden in de video's hier en hier. Kom je nu niet uit of heb je gewoon nog een vraag? Dat kan, je kan ons bellen of whatsappen. En ben je dan na al die stappen klaar met het inschrijven en sta je ingeschreven voor je nieuwe opleiding? Dan wens ik je veel succes.